Jarenlang huisde het Eindhovense gemeentebestuur in een oude villa. Een groot deel van het administratieve apparaat was erin ondergebracht. Reeds voor de oorlog bestonden er plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Maar eerst in 1948 kon aan dit project worden begonnen. Deze dagen kwam het eerste deel van het nieuwe gebouw gereed. Het is ontworpen door ingenieur Van der Laan uit Leiden en in een streng zakelijke stijl opgetrokken. In de verschillende kantoorlokalen kan het licht in ruime mate binnenvallen. De burgemeesterskamer is eveneens in stijl gehouden. Op een 17e eeuwse klok na, geschenk van de Eindhovense fabrikanten. De zaal waarin de trouwlustigen van de bloeiende gemeente voor de ambtenaar van de burgerlijke stand zullen verschijnen, is ook uiterst eenvoudig ingericht. De eerste stoet die zich compleet met hoge hoeden naar het stadhuis begaf, was geen bruidsstoet, zoals u misschien zou denken, maar zij bestond uit het gemeentebestuur en vele autoriteiten, onder wie minister Beel, die de officiële opening gingen bijwonen. Architect Van der Laan bood de burgemeester de sleutel aan van het nu gereed gekomen eerste deel van het gebouw. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de andere vleugels klaar zullen zijn, maar het begin is er in ieder geval. Eindhoven zal binnen afzienbare tijd een stadhuis krijgen, een zo snel groeiende stad waardig.